Goedemorgen. Aardig wat eieren. Iedere ochtend verzamelt Sam hier de verse eitjes van zijn kippen. Ah, dit is mijn mobiele kippenkar. Hier zitten dus 100 kippen in. Ja, ik wou echt geld mee verdienen en toen dacht ik, ja, kippen en koeien is wel mooi. Eerst had Sam een ander baantje. Nou, ik ging caravans wassen iedere zaterdag, maar dat was niet echt mijn ding. Maar kippen, dat is dus wel zijn ding. Hij maakte er meteen werk van en bouwde een mobiele kippenschuur. Een groot hok dat hij zelf met een trekker kan verplaatsen. Dat houdt eigenlijk in gewoon dat ik hem kan verzetten met de trekker, dat ze elke keer een nieuw stukje weiland hebben. Ja, vers gras, vers insecten, ja, van alles eigenlijk. Sam rijdt zijn kippenschuurtje rond over de weilanden van zijn ouders. Die hebben zelf een grote koeienboerderij waar Sam later graag wil werken. Maar dan ook met zijn kippen erbij. Ja, kippen zijn gewoon nieuwsgierig en dat is wel leuk. Dat zijn gewoon echt de mooiste kippen die er zijn. Tot die tijd gaat Sam door met zijn eigen bedrijfje en de zaken gaan goed. De kakelverse eitjes verkoopt hij in zijn eigen winkeltje langs de weg. Eieren bestellen kan ook, die komt Sam dan persoonlijk langsbrengen. Nou, ik ga de eieren nu bezorgen. Doei!